kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatieinstituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag hebben wij voor u in focus opening van de studentenflats en fragmenten uit DNA naar aanleiding van het ontslag van Glenn Gersie. Welkom home. 3 minuten van ADEC. Ik heb net nog mijn laatste colleges gehad. Nu ga ik slapen. Het bijzonder moment is aangebroken. Op 22 februari 2019 vond de oplevering plaats van de Student Housing Campus Village fase 1. Op deze dag is tevens het startsein gegeven voor fase 2. Ik praat namens de aanwezige studenten dat wij heel dankbaar zijn voor het feit dat de regering het initiatief heeft genomen om dit project tot een succes te maken. En zoals we hier staan, zijn we vol enthousiasme om straks, we staan hier vol enthousiasme om straks gebruik te gaan maken van de studentenflats. Wij zullen ervoor zorgen dat de gestelde hoeveelheid aan studenten op dit complex bereikt wordt en we zullen ook ervoor zorgen om heel goed om te gaan met de omgeving waarin we zullen blijven de komende jaren en dat we het ook zullen onderhouden. En wij willen jullie, de regering, heel veel succes toewensen bij de bouw van de tweede fase. I quote, als de eerste fase de regering is gelukt, gaat het jullie zeker lukken bij de tweede fase. We hebben allemaal heel lang uitgekeken naar dit moment. En nu is het zover. Er zijn heel veel mensen die zich hebben ingezet tijdens de voorbereiding, zodat we vandaag kunnen overgaan tot de officiële ingebruikname van de studentenverblijven. En ik wil hierbij noemen de verschillende commissies. Ik ben niet zo lang minister, maar vanaf dag 1, en ik weet niet waar hij is gaan zitten, hij is een beetje gaan verstoppen aan mijn graanoost, heeft hij achter me aangezeten van: dit moet je aandacht krijgen. En het heeft ook mijn aandacht gehad, continu. We hebben commissies ingesteld, onder leiding van mevrouw Noortan, beleidsadviseur op het ministerie, die alle facetten van studie en deze faciliteit nauwkeurig hebben bekeken en voorbereid. Daarnaast hebben we workshops gevolgd van vertegenwoordigers van de LA-groep, want in Israël is degene die zo'n campus exporteert, dus miljonair. Dus er is heel veel toekomst voor de campus als we het goed beheren en goed exporteren.
In 2013 word ik door een visionaire man gevraagd om mijn visie te geven op onderwijs. En krijg ik de kans vanuit een andere positie bij te dragen. Wat moeten we nog meer doen voor het onderwijs? Je komt uit het onderwijs, je bent student geweest. Maar de hele familie komt uit het onderwijs. En dan zegt hij, luister, laat je visie los, laten we wat doen voor het onderwijs. En we hebben scholen gebouwd, we hebben studiefinanciering voor het hoger onderwijs geïntroduceerd. We hebben zoveel gedaan om, wat ik noem die avontuur, die elk student, elk kind heeft op een bepaald moment in zijn leven. Het is een hele avontuur om mee te maken als je studeert, als je opgroeit. En je mag een omgeving hebben die zoveel voor je kan betekenen. Dit wat wij vandaag hier zien, gaat bijdragen naar de avontuur van zoveel duizenden kinderen, tienduizenden kinderen die nog zullen komen. En het laat me denken, ik benijd ze natuurlijk, want dat heb ik niet kunnen meemaken. En nu kunnen zij dat wel. Minister Financiën heeft zijn handtekening al gegeven, want we gaan het uitbreiden. Dus zoveel kinderen meer. De First Lady en de minister van Onderwijs hebben speciaal hart voor het onderwijs. Dus die voelen wat het betekent voor onze kinderen. Om eindelijk dat soort kansen ook in Suriname mogelijk te maken. We zijn gevraagd om op een hele jonge leeftijd in het bestuurlijke te komen. We zitten allemaal ook in een leeftijd, net tussen die oude generatie en de nieuwe generatie. Het is net als midden op die brug staan en je weet niet waar je hoort. Zo, heel eenzaam soms. Je voelt wel de binding daar met die oude, maar je voelt ook die binding daar met die jongen. En het is eenzaam hoor, dat weten we. Maar het geeft ons wel het gevoel, tenminste dat we een binding hebben met beide. En we hebben daaruit geleerd, denk ik, dat met de visie, de wijsheid van die oude generatie en die energie, en die creativiteit van de jonge generatie, we alles kunnen doen in dit land. Wij willen hier een creative environment creëren. We willen ze alles geven. Laten ze zo creatief mogelijk zijn. Tussen u allen zitten ook toekomstige bestuurders van het land, uiteraard. Het begon als ik kreeg ooit een mailtje van je kan je registreren en inschrijven. Ik had het gewoon ingevuld. Plotseling werd ik gebeld, uitnodiging, kan komen voor informatie. Iedereen was er, de minister was er, ze vertelde van alles. Het was zo mooi. Mijn eerste indruk van het gebouw vooraan. Het lijkt alsof het uit een magazine komt of zo. En zo is het gewoon kind of vanzelf gegaan. Wat is de maximale periode dat je mag verblijven op de campus? Dat is de nominale studieduur van de studie die je volgt. Maar als je daarna een master of een vervolgstudie wil doen, kan je ook gedurende die periode blijven. Uit welk district kom je? Nikeri. En welke studierichting volg jij? Rechten. Hoe lang duurt de studie? 3 jaar, de bachelor duurt 3 jaar en master is 2 jaar. Vanwaar de keus om een kamer te huren op de campus? Ik had geen plaats. En toen ik geslaagd was van de VWO, was mijn keuze van ik moet hier komen. En toen de tijd was al bekend dat het gemaakt zou worden. Dus ik had toen al dingen in mijn mind van ik zou hier registreren. Vanaf wanneer mogen jullie je intrek nemen op de kamer? Dat is al gisteren, 21 februari 2019. Het voelt heel goed, want de campus is heel dichtbij. En je komt goedkoper eruit. Wanneer je een kamer hebt en je voor bus en dergelijke niet hoeft te betalen. Ik kom uit district Para, onverwacht. Vanwaar de keus om te kiezen voor een kamer van de campus? Nou, omdat ik eigenlijk laat thuis aankom, om het zo te zeggen. Weet je, ik volg gewoon 2 uur en de meeste gevallen ben ik 5 uur thuis aan. En als je thuis aankomt, ben je uitgeput, wil je uitrusten en heb je niet echt tijd voor, niet dat je die tijd hebt voor de school, maar het is eigenlijk weinig tijd. Je besteedt weinig tijd aan de school. Dus voor mij, die village is vlak hier, campus is daar. Dus dat je echt veel tijd wil en dat je meer tijd kan besteden aan je studie. Omdat ik heel ver woon, ik woon dichtbij de 5e rijweg. En UNASAT is een avondopleiding en na school moet ik vaker met de taxi omdat er geen bussen meer rijden. Dus daarom heb ik gekozen voor de campus. Ik vind het geweldig.
Want dan hoef ik niet meer zo vaak taxi te betalen. Want de taxi van de school uit naar huis, elke avond, is 40 SRD. Dus dan kan ik meer sparen en ja, veel meer doen in mijn vrije tijd. Naar aanleiding van de beëindiging van de samenwerking tussen de regering en de governor van de Centrale Bank heeft de regering bij monden van de minister van Financiën de Nationale Assemblée uitgebreid geïnformeerd. Wij nemen u terug naar enkele markante momenten tijdens deze vergadering. Mevrouw de voorzitter, de realiteit is daar. Mevrouw de voorzitter, ik vind het jammer dat de minister de heer Gersie op deze manier, althans de functionaris van de Centrale Bank, heeft besproken. En het leek erop inderdaad alsof de man inderdaad uit was op geld, de manier waarop het is gebracht. Want 5 tot 7 minuten duurde het gesprek en het enige wat de man daar kennelijk heeft gezegd, is mijn contract geregeld. Wat voor bagatelliserende negatieve benadering is dat? In de eerste plaats, de man heeft er recht op. In de tweede plaats is het niet juist om een functionaris op deze manier te bespreken. Mevrouw de voorzitter, we kunnen hier niet in meegaan. En als er een aantal zaken hier genoemd zijn, waarbij gevonden wordt dat de governor toen geen medewerking heeft geleend, dan willen we graag weten, ja, laat die correspondentie komen, zodat we zien dat inderdaad dat over en weer op de juiste manier is geschied. Voorzitter, we kijken uit namelijk wat de regering gaat doen in het natraject. We luisteren wat het profiel is van een nieuwe governor. En ik hoop dat het hier gepresenteerd wordt. Maar voorzitter, één ding kan ik u duidelijk zeggen. Namelijk dat alles wat de regering tot nog toe gedaan heeft, wijst in de richting van dat de regering gebruik wil maken van de gelden daar, zo de monetaire reserve, om een verkiezingscampagne te financieren. Volk van Suriname, dit is precies wat deze minister weer gaat doen. Uw geld daar afpakken om verkiezingscampagne te voeren, om na die verkiezing een devaluatie te hebben waarbij de koers boven de 10 SRD zal komen voor 1 Amerikaanse dollar. Voorzitter, dit is de waarschuwing die ik meegeef en dat is waarvoor de minister en de regering hier ter verantwoording moeten roepen. Voorzitter, ik heb die, en ik moet zeggen, heel emotionele statement van een van de collega's, collega Rusland, gevolgd, voorzitter. En er zijn hier ook naar de coalitie toe, voorzitters, snaren gemaakt in die zin van dat we dingen toelaten, dat we meewerken met de regering. Er zelf het woord gevallen, voorzitter, dat we boeverij ondersteunen. Voorzitter, er is hier aangegeven dat men niet meegaat met eenzijdigheid en below de belt gedrag, voorzitter. Voorzitter, welk forum en wie heeft een forum gegeven in eerste instantie, voorzitter? Het is toch een groenjari dat er een forum is gegeven daar, voorzitter, aan functionarissen waarvan men vandaag inderdaad die functionarissen, voorzitter, ophemelt. Maar er is een forum gegeven aan functionarissen. En wanneer die functionarissen inderdaad vanuit hun deskundigheid, voorzitter, op een onafhankelijke wijze, op een neutrale wijze, voorzitter, een statement daar zouden hebben gehouden en vanuit een stukje deskundigheid, voorzitter, zouden aangeven wat zij vinden van die situatie in het land, dan zeggen we tot daar. En als mijn kritiek wil leveren op die regering heeft de wijsheid niet in pacht. Dat land is niet van die regering, dat land is niet van die coalitie. Iedereen mag kritiek leveren. Maar voorbeeld wat daar gebeurt is in Groenjari, dat men gewoon de regering door het slijk haalt en de coalitie door het slijk haalt. En niemand die vandaag heeft gesproken over, we werken niet mee met eenzijdigheid, we werken niet mee met below the belt. Heeft men iets gezegd over dat gedrag daar, voorzitter? Nee, dat is die eenzijdigheid, voorzitter. En ik denk dat wanneer wij hier oproepen dat er geen eenzijdig gedrag ondersteund moet worden, en dat wanneer mensen below the belt gaan, dat we dan wel over die hele linie de zaak bespreken, voorzitter. Ik ben niet eens met alles wat ik heb gehoord, voorzitter, na het ontslag van de governor. Ik ben niet eens met alles wat ik heb gehoord. Omdat ik ben eens wanneer wordt gezegd.
Vandaag ben je coalitie, morgen kan je oppositie zijn. Dat is waar, ja. Dus daarmee moet je rekening houden, absoluut. Maar voorzitter, het is goed dat wij wel wezen en ook dat gedrag dat tentoongesteld is. En we hebben hier ook een fractieleider gehad die inderdaad hier ook zegt, NDP wil gelden hebben van de Centrale Bank. En men vraagt de regering, kom met bewijzen. Wat voor bewijs heeft lid Santok hier gepresenteerd voor zijn ongenuanceerde uitspraken dat NDP gelden van die samenleving wil hebben om propaganda te maken, voorzitter. Zoals de waard is vertrouwd tegen zijn gasten. Misschien heb je dat gedaan toen je daar zat. Zoals de waard is vertrouwd tegen zijn gasten. Wat we vragen is dat er inderdaad over de hele linie, en ik ga u zeggen, die emotionele statement van de voorzitter van de fractieleden van de NPS, we hebben geen boodschap aan. Laat hij wat hij daar heeft toegelaten in Gurdjieri eerst gaan corrigeren, voorzitter. En ik vraag aan de minister hoe we verder gaan en wie de volgende governor is, voorzitter. En we bedanken nogmaals de heer Gersi voor zijn bijdrage die hij heeft geleverd. Wanneer wij kunnen ingaan op de zaken die de minister heeft aangehaald, op de zaken die in de samenleving spelen. U weet dat er functionarissen enorm beklad worden de afgelopen 2 dagen. Dan betekent het dat wij een goed oordeel moeten vellen. En ik kan niet begrijpen dat de coalitie zegt van luister, we kunnen gewoon zo doorgaan. Je moet wanneer je zaken goed wil bestuderen, analyseren, moet je de zaken op papier hebben. En het is geen document, het zijn geen documenten van minister Financiën Privé en governor Centrale Bank Privé. Het zijn instituties van de staat. Voorzitter, in het leven hebben wij altijd geleerd tijdens onze opvoeding, je moet de waarheid spreken. Maar het probleem is, hebben we dan mensen in de wereld, voorzitter, die de waarheid willen aanhoren? De minister heeft hier een uitleg gegeven nadat een week lang, ja, hij gebombardeerd is geworden van hij moet komen uitleggen, hij moet komen uitleggen. En je hoort alles van die minister. Wel minister, u bent een banabong. Ondanks dat u zo slecht was, hebt u ervoor gezorgd dat ze daar zitten. En u hebt ervoor gezorgd dat u 26 zetel hebt gehaald. Ik verzoek u nog slechter te worden. Laat het 35 worden. Ja, voorzitter. Ja, het gaat niet goed en slecht. En men praat over een bankroet land. Hij heeft een bankroet land overgenomen van de vorige minister van Financiën. Voorzitter, u weet, toen wij hier zaten en plotseling geconfronteerd zijn geworden met overschrijding van het leningenplafond. Toen moesten mensen opgesloten worden. Ja? En niet later. En voorzitter, laat mij u zeggen, wanneer mensen willen weten wat gebeurd is. Laat mij zeggen, er bestaat niemand hier in deze zaal en omgeving die meneer Gersi, Glenn Gersi, gewezen governor, beter en langer kent dan mij. Ja? Ik weet hoe hij is, prachtig mens, maar in het werk kan het soms misgaan, voorzitter. Maar er zijn mensen in deze zaal, en ik kijk naar het geachte Rusland, u hebt ook een geheime bespreking gehad met Gersi. Waarom zegt u niet aan het volk, staat u op, geef hem de ruimte, voorzitter, en zegt u... Ja, oké. Let Cotino. Ik begin precies waar het lid Doekie is gestopt, voorzitter. Ik hoop dat de fractieleider van de NPS meer duidelijkheid kan geven over die geheime meeting. Want als andere fractieleiders hier zitten, voorzitter, en in de discussie de rol spelen van de advocaat van de duivel, dan ben ik blij dat niet iedereen in deze zaal een doemdenker is. En gelukkig aan deze kant zeker weten niet. De minister heeft aangegeven, voorzitter, dat de minister van Financiën of dat het ministerie van Financiën als monetaire autoriteit van informatie werd onthouden. Ik kan me dat niet indenken, voorzitter, omdat ik vind, en niet omdat ik het vind, omdat het zo hoort en zo moet zijn, voor een gezond monetair beleid, voor een gezond monetair systeem, voor de rust, voor de stabiliteit, is het goed dat de monetaire autoriteiten een gezonde relatie hebben met elkaar. Kan de minister aangeven welke belangrijke informatie het ministerie van Financiën werd onthouden? Ik zie dat graag tegemoet, voorzitter. Er is verder ook aangegeven dat er een belangrijke meeting was die eigenlijk om geen enkele andere reden gemist wilt worden.
En de governor was ter plaatse in Bali en is niet geweest naar de meeting. Wat was de reden van afzegging voor de meeting, voorzitter? Het zijn belangrijke dingen waar we niet lichtelijk over moeten gaan. En ik wil niet de doemdenker zijn zoals de fractieleider van de VHP, voorzitter. Maar ik weet wel dat het voor ons belangrijk is om die rust, die monetaire stabiliteit te garanderen. En daar pleit ik hiervoor. Dus ik graag de antwoorden van de minister tegemoet. Voorzitter, het was van belang om deze zaken te verduidelijken. Daar actoren binnen de samenleving op een zeer verfoeilijke manier omgaan met verdraaiing van feiten en informatie. Assumpties worden als feiten gepresenteerd en feiten worden totaal genegeerd. Het is ook deze verwerpelijke ontwikkeling die erin heeft geresulteerd dat mensen zijn gaan speculeren en de rust op de wisselkoersmarkt wordt verstoord. We zijn opgeschrikt ten aanzien van de visies over het monetair beleid, dat er een zeer nauwe visie ten aanzien van de macro-economische ontwikkelingen en bijzonder ten aanzien van het monetair beleid wordt gecirculeerd. In twee presentaties worden er doemscenario's voorbereid. En jammer genoeg, ik zal het moeten zeggen, in gevolge de typische koloniale verhoudingen die wij sinds de 80er jaren proberen te verbreken, is het altijd weer de persoon met een buitenlands paspoort die zogenaamde wijsheid in pacht had. Daarnaast werden de presentaties tot misselijkmakend toe continu door een ander neocoloniaal station verspreid, alsof het een film was die de laatste Academy Award had gewonnen, maar dan als slechtste film met de slechtste actoren in een vrij leeg theater. Richtingen waar een economie om gaat en beleidsbeslissingen die worden genomen, vallen en staan met de situatie waarin de economie zich bevindt. Ik wil het herhalen. Richtingen waar een economie op gaat en beleidsbeslissingen die worden genomen, vallen en staan met de situatie waarin de economie zich bevindt. Reageren op een economie in 2004 zal verschillend zijn in 2016 of 2018 of 2019 of 2020. Wie als econoom dat niet goed begrijpt, die moet zijn bul inleveren. De dialectiek van de economie leert ons dat. Met de enorme prijzen voor onze producten en de omvangrijke ontwikkelingshulp was het vele jaren niet nodig om van de banken te lenen. Maar toen deze hulp opdroog, bijvoorbeeld in april 2010, hebben de banken enorme injecties moeten geven aan de staat omdat de begroting onder druk kwam te staan. Ja, we hebben de cijfers. We weten ook dat de banken zijn ingesprongen. Met name vooral de Hagener Bank is erg ingesprongen om de overheid toen te helpen. We weten ook wat er gebeurde met de koersontwikkeling begin 2010. En mijn vraag is, waar waren de wijze mannen die dat zagen gebeuren? Waar waren de critici die daarover spraken? Hebben zij toen een enorme vergadering gehouden? Het BBP is toen gemanipuleerd. Om aan de gewraakte wet op de staatsschuld te ontkomen, werd het ABS onder druk gezet om het BBP bijna 6 maanden voor de tijd te doen uitkomen. Schrikbarend is het BBP hoog genoeg uitgekomen, zodat de beleidsmaker van toen behoorlijk konden lenen. Met dezelfde snelheid werd het BBP naar beneden gesteld aan het einde van het jaar 2010, waardoor de nieuwe regering in serieuze problemen kwam. U die hier was, kunt zich nog herinneren dat de wet op de staatsschuld moest worden aangepast, omdat mevrouw Boudou, toen minister van Financiën, volledig buiten haar schuld om in de gevangenis zou belanden. De economen van de eeuw of van het heelal
waren in geen velden of wegen te bekennen om de toenmalige machthebber te bekritiseren. Bankiers die heftige politieke campagnes in het veld hadden gevoerd in de periode 2005-2010, waren in geen velden of wegen te bekennen. Nu gaat men buiten te keer als bulderende mentaal gestoorden minister, om met hoge woorden minister, het volk van Suriname zand in de minister. Ogen te strooien. U heeft gekeken naar Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedendag.